Hoi allemaal, daar zijn we weer. Vandaag zijn we aangekomen in Twello. We gaan kijken hoe onze actie Poen voor je ouders goed verloopt. En verder gaan we wat vragen stellen aan franchise-nemer Hans. En natuurlijk niet te vergeten, we gaan kijken wat de tussenstand op dit moment is. Hoeveel oude schoenen zijn er al ingeleverd? En we hebben nog twee mensen meegenomen. En we zijn vandaag niet alleen, we hebben twee collega's meegenomen. Die gaan zich nu eventjes aan jullie voorstellen. Hoi, mijn naam is Marieke en ik ben een van de fotografen bij Schuurman Schoenen. Hoi, ik ben Frans Everink, ik ben commercieel eindverantwoordelijker bij de formule Schuurman Schoenen. Nou, het gaat hard. Als je ziet, dit is het resultaat van één dag en dat gaat toch over de 100 paar. Dus we mogen niet klagen. Ik denk dat alles ten goede komt zo. De klanten zijn erg positief. Sommige mensen die rijden eerst naar huis en halen nog 5 of 10 paar weer op. En krijgen ze kaartjes mee. Dus daar kunnen ze nog de komende 14 dagen nieuwe paren voor halen. Hebben ze 10 korting. Of 9,75 komt er nog een kwartje ten goede van Kinderfonds. Ja, zeker kunnen we dat. Tussenstand op dit moment. Vorig jaar stonden we op 2100 en dit jaar op 2500. Dus we lopen op dit moment 400 paar voor. Dat is een hartstikke mooi aantal natuurlijk, maar we willen en we gaan natuurlijk voor meer. Dus we willen iedereen vragen van doneer alsjeblieft je schoenen voor het goede doel. Ja. Onze klanten kunnen de schoenen inleveren in een van onze 41 schoenwinkels in Noordoost-Nederland. Ja, dan kun je uiteraard ook de schoenen inleveren. Dat kun jij doen bij Stichting Symphony. En de inleverpunten daarvan zie je hierboven. En dan kun je gewoon je schoenen doneren aan het goede doel. Die ga je inleveren, hè? Ja. Nou, die mag je in de container gooien. Lever jouw oude ook in, als je nieuwe wilt.